Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie weer een dagje mee in de winkel. Ik ga vandaag de allereerste kerststukken maken voor de winkel. Ik heb er natuurlijk al wel wat gemaakt voor de DIY video's. En die staan natuurlijk uiteindelijk ook wel in de winkel. Maar vandaag ga ik een goed begin maken voor de kerst. Dus daar heb ik zin in. En ik neem jullie weer een dagje mee. Zoals je achter me ziet is de kast ook weer helemaal mooi gemaakt. En we zijn ook alweer bezig met de kerst in de kas. Er komen vanmiddag ook weer grote pallets binnen met kersthandel. Dus die komen er ook nog in te staan en in de winkel. En een druk dagje. Dus snel aan het werk. Ik heb ook alweer nieuwe bloemen binnen. Die ga ik zo in de winkel zetten. Allerlei moois. Dus ja, jongens, kijk deze protea's. Echt super mooi. Maar ik ga nou eerst buiten zetten en dan gauw verder. Alle bloemen staan er weer in, zoals je achter me ziet. En het is ondertussen ook alweer 12 uur. Het was druk in de winkel, dus het lukte me niet om te filmen. Ik heb nog wel wat glas opgemaakt. En ik ga vanmiddag de kerststukken maken. Maar ik laat jullie eerst even alle mooie bloemen zien. En ik neem jullie een dagje mee in de winkel. Ik probeer zoveel mogelijk te filmen. Ik hoop dat het lukt in de drukte tussendoor. Ik heb net vanmorgen al een video opgenomen van DIY. Dat is deze, echt een toppertje. Ik zal hem zo even goed laten zien. Ik weet niet of die al online staat als deze vlog online komt. En anders komt hij nog. Maar dan moet je maar even mijn kanaal in de gaten houden. Want volgende week begint de Winterwonderweek. Dus ik ben druk bezig met video's opnemen. Echt superleuk. We gaan al buiten zetten, opstarten en dan aan de slag. Het stuk dan geworden. Ik vind de ondergrond echt wel super mooi, maar het stuk vind ik ook mooi. Heel mooi natuurlijk, maar wel een beetje kerst door de melkballetjes en ja, het sneeuwtakje en dat soort dingen. Dus die. En mochten jullie hier een extra losse video van willen zien, hoe ik dat maak, dan kan ik dat maken. Maar laat dan even in die reacties weten. Dan ga ik hem nu gewoon even snel maken natuurlijk voor de winkel. Maar dan kan ik het dan even stap voor stap uitleggen. Dus mocht je dat leuk vinden, laat dan even in die reacties weten.
Zo, ik heb net de planten binnengekregen en ik heb ze er gelijk even ingezet. Ik dacht, oh ja, even filmen. Hier achter me zie je dat het weer helemaal mooi vol staat. Heel veel mooie planten, kerststellen, rode begonia's, cyclamen. Dus echt van deze tijd, super mooi. Ik zal het jullie even allemaal laten. Kijk, deze gave monkey mask. Ik kreeg ook allemaal nieuwe bloemen binnen en die ga ik dus even in de winkel zetten. Super mooi. Hier staan alle DIY pakketten klaar. En daar op de kar en we gaan zo verder met inpakken. Oh, en als jullie me even niet zo goed konden verstaan, ik heb mijn mondkapje nog op. Soms al vergeet je me gewoon om af te doen, omdat je het nou zoveel op hebt. Maar goed, ga aan de slag, ga bloemen in de winkel zetten en vanmiddag ga ik kerststukjes maken. Jongens, is het NNN? Of ananas. Ananas of ananas. Snap je natuurlijk. Super mooie. Zie je ananasjes? Kijk dan, prachtig. Mooie gerbera's. En de andere kleurtjes ook mooi. Nou jongens, dan gaan we de eerste echte kerststukken voor de winkel. Kerstgroen en heel veel bijmaterialen in. Maar ik ga strikken in series, omdat het gewoon sneller gaat. Ik heb wat bestellingen, dus aan de slag! Weer een paar dagen verder en ik ben druk aan het mengen, mooie boeketjes aan het maken en ik ga heel veel, dit is ook mooi trouwens, hè? Heel veel mooie kleurtjes bij elkaar, vind ik wel een leuk kleurtje. Zo, ik ben al bezig met kerststukjes. Een beetje wat apartere kerststukken. Is ook echt super leuk met als je houdt van iets aparts in plaats van een gewone kerstboom bijvoorbeeld. Zo, dat was een dagje werken. Ik heb me ondertussen omgekleed, want ik ga straks live op YouTube. En ik dacht het is wel leuk om eventjes een leuke outfit aan te doen. Ik heb vandaag niet zo heel veel kunnen filmen, want het was gewoon echt heel druk. Maar de winkel is weer mooi vol en ja, ik ga dus straks live. Als jullie deze vlog zien, dan ben ik al live geweest. Kun je hem eventueel ook terugkijken als je dat leuk vindt. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om te zien, aan jullie te laten zien hoe ik dan sta, laat me zeggen. Kijk, want je ziet altijd alleen het achterste beeld. Maar ik heb dan hier de tafel staan. En daar zet ik straks ook de laptop op en we zetten straks even extra licht erbij, omdat het nu aardig donker is. Dit keer is het thema amaryllisbollen, dus ik heb al wat amaryllisbollen neergezet en ik ga straks eventjes wat spulletjes verzamelen. Die ik straks ga gebruiken om voorbeelden te laten zien, dus dat is alleen maar leuk. Ja, en dan was dit eigenlijk de vlog van deze week. Ik probeer altijd zoveel mogelijk te filmen, maar soms dan... wordt het wat lastiger. Maar ik hoop dat jullie het wel weer een leuke vlog vonden. Vind je het leuk om vaker een vlog te zien? Laat dat in de reacties weten. En ik vind het in ieder geval heel leuk om te filmen. En zie jullie de volgende keer weer. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ook bedanken voor het kijken naar de Winter Wonder Week. Want die sluit ik hiermee af. In ieder geval bedankt en zie je de volgende keer. Doeg!